perfect. We hebben het opgelost. Het is gerepareerd. Maar het is natuurlijk beter als je dit niet hebt. Ja, u heeft het opgelost. Door lang overleg, veel overleg met veel partijen. Dat is heel druk geweest. U heeft ook een brief geschreven aan de Tweede Kamer. En die bevat ook duidelijke toezeggingen op het gebied van de kritiek die men had. Ook in de Eerste Kamer, vrije artsenkeuze en de invloed van de patiënten. Toch staat er in die brief ook een explosieve zin. Moest die terecht in? De zin dat mocht het niet lukken langs de wettelijke weg, wat we dan gaan doen. Die zin bedoelt u? Ja, omdat we akkoordpartijen natuurlijk afspraken gemaakt met patiënten, artsen, ziekenhuizen. Om ervoor te zorgen, als je die afspraak niet zou hebben namelijk, dan zou het eigen risico heel fors kunnen gaan stijgen. Of de premie zou heel erg kunnen gaan stijgen. Dat wil je niet. Daarom hebben we die afspraken gemaakt. Maar die zeggen wel, het is nu één keer fout gegaan. Jullie zeggen, je hebt het vertrouwen dat het goed komt. Maar wat doe je als het niet goed komt? Ja. Nou zegt Pechtold als een dreigement, die zin. He, die zin die dus inhoudt van mocht het aangepaste wetsvoorstel, wat weer naar de Tweede Kamer gaat, daarna naar de Eerste Kamer gaat, mocht het alsnog niet worden aangenomen, dan zal het kabinet bezien in overleg hoe die maatregelen dan toch uitgevoerd kunnen worden. Pechtold zegt, dat is een dreigement. Slob zegt, daar doen we niet aan mee, een wet met een bijsluiter. Ja, gek is ingewikkeld. Wat er staat is, we hebben als politiek die afspraken gemaakt. Dat loopt op tot 1 miljard besparingen die je anders moet halen uit sterk stijgende premies of het eigen risico. Dat wil niemand. Je doet het nu uit de efficiëntie. Mm-hmm. En dan zeggen we, als het vast zou lopen, dat verwachten we niet. Al onze energie gaan we inzetten om er nu een succes van te maken van die wet. Dan gaan we met de Tweede Kamer in overleg hoe we toch onze afspraken nakomen. Ja, want u wilt die maatregelen.